Aan mijn onderwerp en ja het onderwerp dat houd ik erbij omdat ik zeg maar wat oh. binnen heb gekregen ja dat dacht oh, ik al god. oh god hier gaan we ik weet al wat het is ik heb uh, de Je lp hamilton EP. Mijn, ja de lp collectie is die van uh, van Lewis is die toch Lewis hamilton louis, louis hamilton ja is, natuurlijk oh, ja. Nee, <laughs> uh, ja dit is uh, oh ja dat is een spiegelbeeld dus maar het is uh, hij zoekt toch um, maar ja het heeft dus met muziek te maken en dan heeft, heb ik van Weet je, ik houd het een beetje, een beetje leuk. Ik Sinds de afgelopen week zit ik echt uh, stevast ineens heel veel Kanye West te luisteren. Hé. Hey. Mm -hmm. Ja. Dus wat wil ik doen? Ik wil uh, bespreken met, uh, nou, met jullie. Wat, zijn nou, wat is het beste album van Kanye West? Woeie, dat, Lekker. Is, dat is mijn topic. Hé, hey, je bent net op tijd terug, uh, bro. morgen piep uit mijn kamer komen. Dat betekent dat twee minuten om zijn. Ja, je timer. bent net op tijd. Luc, <laughs> vertel het nog eens. Remy, ik heb. Ja, ik ik, ik hoorde uh, uh, je. Ja. Ik heb mijn uh, koptage. Ik, oh, ja, ik wil zeggen, je had een koptage. Ja, ik wil met jullie gaan bepalen wat is het beste album van Kanye West is. Uh, ja, jullie hebben daar waarschijnlijk meer weten daar waarschijnlijk meer over dan ik. Omdat ik, uh, nou, zoals ik zei, ik ben pas recent een beetje gaan luisteren uh, naar hem. Alleen, yeah. ja, er is voor mij één album die er nu al uitspringt. En dat is mijn beautiful Dark Twisted Fantasy. Ja, 100%. College dropouts, keihard. Graduation is keihard. Uh, dus ja. is Misschien ook wel mijn top drie. Met, uh... trap, hem, uh, trap hem maar af. Wie wil. Uh... Ja, Luc, ik ga gelijk zeggen: ik ben het volledig met jou eens. My Beautiful Dark Twisted Fantasy is voor mij echt het meeste werk van Kanye West. Ja, maar jullie vergeten wel. College Dropout, late registration. Zijn, zijn, zijn echt dat heel zijn dope albums. Ja, zijn zijn, doen, zijn ja. geweldig, maar kom op man. Als je het hebt over het beste Kanye West-album. Ja. College Dropout, graduation. Fantastisch. Bro, weet je wat voor impact het heeft Heartbreak, gehad op, me op mensen? Oh, ik vind dat zo'n kut album. <laughs> ik vind dat, dat zo kut. Nee, nee. Ja, kijk, ik kan niet eens echt bepalen. Want ik heb, ze letterlijk, ik heb ze letterlijk allemaal niet geluisterd. Ik ben er pas recentelijk in. Alleen ik ga echt onwijs lekker op een moment op. Maar Dark Beautiful Twisted Fantasy. Ja, is ook begrijpelijk. Is een Dark Dark van de betere albums. Ja, dus dat is, de dat is waarom ik uh, die noem. Maar ja, vertel uh, jongens, wat, uh, wat, wat denken jullie? Ik ben heel erg benieuwd. Ja, ik zit echt even allebei. De, de tracklist van die albums zit ik, uh, naast elkaar. Uh, te het is huilen. gewoon periodes. Het is. Het is een beginperiode waar, waarin hij die albums heeft gemaakt die ik net opnoemde. Zoveel impact. Daar bewijst hij zich als rapper. Zeg maar daar brengt hij ook meteen de hitjes. Gold Digger zat volgens mij ook op een van die albums. Mm -hmm. uh, echt gewoon bangers, meteen. Sowieso heel veel, heel veel nummers die het goed gedaan hebben ook. Uh, in die albums. Ja, Daarna komt een beetje and Heartbreak. and Heartbreak, Ja, dat is gewoon zijn nieuwe fase. Dat is gewoon nee. uh, Autotune uh, Maar Die Kanye. zou ik ook niet in top. Uh, dat vind ik ook een vet album hoor, maar die zou ik niet in ook top vet 3 album. zitten. Ik ook zit niet. Nou die, nee. uh, uh, ik zou dan wel voor graduation gaan man, als hardste, hardste album van Kanye. Dus ik check welke tracks ik ook nog veel luister. Ook gewoon of tijdens hardlopen. Kijk, Ik fok niet met Kanye na wat hij heeft gemaakt uh, na 2016, na Life of Pablo. Behalve Kids See Ghosts. Want die zit absoluut in mijn top 3. Oh, Kitsie Ghost is inderdaad ook heel dope... ...met uh, ja, Kid Cudi inderdaad. Ja. ja, daar ga ja. ik. Ja, dat is wel gewoon... Uh, ...zeker ook door Kit Cudi daarop, ja. Gewoon keihard. Ja. Maar ja, wat heb je dan nog? Graduation inderdaad, in ik 2007. Heb, uh... Dat was wel echt... ...één ja, van zijn sterkste, denk ik ook wel. Ja, ik heb de albums er even hierbij gepakt... ...voor wie, uh, wie niet zo heel, heel erg bekend is met, met Kanye West. Ze begon in 2004 met The College Dropout... ...inderdaad, gevolgd door... ...2005 Late Registration... Graduation in 2007, 808 en Heartbreak in 2008, Beautiful Dark Twisted Fantasy in 2010, Jesus in 2013, The Life of Pablo in 2016, Yee kwam in 2018, Jesus is King in 2019 en hij heeft een nieuw album in de maak genaamd Donda, maar daar is nog, geen, uh, daar is nog niks uh, over bekend verder. Van, van gedropt... Oh. Alright, nee, ik zou wel ook graduation maar we... zeggen. Maar dat komt ook omdat als we nou ik was moeten de, vergelijken. Was elf, hè, toen graduation dropte, Dat was echt de tijd dat ik dat ik mijn eerste telefoon of zo had. Dat ik mijn eerste tracks ging downloaden. En ik heb gewoon heel veel herinneringen aan dat ik toen al wel veel muziek van Kanye luisterde. Uh, want toen, dat was een beetje de fase dat ik van Hip hop begon te houden en veel rap luisterde. Uh, Komt ook precies het jaar waarin dat dropte. De college dropout was natuurlijk een stuk eerder. Toen luisterde ik eigenlijk nog helemaal, uh, had ik nog niet echt een ontwikkelde muzieksmaak. En dit heeft mijn muzieksmaak een beetje helpen ontwikkelen, zeg maar richting die kant van hip hop. Waarom yeah. zou ik er wel voor? Albums gaan. zijn ook, of uh, albumcovers zijn ook mooi, hè? Van uh, eigenlijk alle albums bijna wel. Van Kanye, zijn heel yeah. vet. Ik, ik heb die beer van uh, Graduation die zo de ruimte in vliegt, ook yeah, op mijn yeah, zetten. Yeah. Nou, yeah, die, die is wel cool. Die, die cover art is echt. Yeah. dood. Yeah, maar ik heb dit eigenlijk al uh, gedaan met mijn huisgenoten een paar maanden geleden. Dat we oh. van de Kendrick, Lamars, uh, de Kanye's eigenlijk ieder nummer van ieder album gingen luisteren. Gewoon op een avond. En dat we daarna ja, gingen raten wat vonden we nou de top drie. Ja, ik wil dit voor Kendrick ook nog wel een keertje doen in de toekomst. Maar dan waarschijnlijk pas in juni. Want de verwachting is, of tenminste er kwam vandaag iets naar buiten. Nieuwe muziek. Nieuwe muziek in juni waarschijnlijk van Kendrick. Minuut, ja, of een man, reaction op Dat geen interlude is van een halve uh, minuut of zo. Komt voor maar jongens, als we, even, als we even moeten vergelijken... want ik denk dat My Beautiful Dark Twisted Fantasy en uh, Graduation... Dat, dat die twee wel het best doen bij jullie, bij ons. Ja, denk ik wel, ja. Als we die twee nou eens moeten vergelijken... wat maakt de een beter dan de ander? Hmm. Ik heb nu Graduation voor me met... Wat al begint met Good Morning, Champion, yeah, stronger, stronger, I Wonder, Good Life, Can't yeah. Tell Me Nothing. Yeah. Ik, ik, ik zie nog geen één yeah. slecht nummer, zeg maar. Ik heb, de ja, ik heb dus de tracklisting van... Oh, uh... oh, 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 oh. Gaat oh, oh. Ga meteen aan bij mij. <laughs> nee, <laughs> ja. ik, heb, uh, ik heb de <laughs> tracklisting erbij van My, my Beautiful Dark Twisted yeah. Fantasy. Die uh, Dark Fantasy, Gorgeous, Power, All The Lights, uh, interlude gevolgd door het nummer. Monster, Zo so uh, devil, devil In the New Dress, Runaway ook allemaal toppers. Ja, zeker weten. Nou vet. Maar ik denk vooral, er staan heel veel nummers... dat geldt eigenlijk ook wel een beetje voor... Uh, voor het nieuwere album voor mij... Dark Twisted Fantasy. Uh, maar... er staan zoveel nummers op Graduation... van Kanye, waarvan ik zeker weet... dat niemand meer dat soort muziek gaat maken. Ooit. En uh, daar staan er nog net wat meer plaatjes op... Graduation... Uh, dan op uh, My Dark Twisted Fantasy. Uh, mm -hmm. Dus daarom zou ik ook wel denken, ja, dat heeft hij ook net de edge. Ook al vind ik dat ook echt wel een vet album. Ik heb er eentje nog helemaal niet gehoord uh, bij, bij niemand eigenlijk. Life of Pablo. Of heb ik dat gemist dan? Nee, die is niet nee, genoemd. genoemd. Maar die vind ik wel een toffe nummer. ik ook niet. Ik vind wel een toffe nummer. Ik vind echt een heel goed album. Ik, album, ik geen ben hem het super album. Ik ben hem het laatste jaar uh, heel veel gaan luisteren. Nu, nu kan ik wel echt zeggen dat ik dat album ook goed ken. Maar sommige nummers moet je gewoon vaker horen. En dat zeker op dat album. Maar ja, FML met... Uh, Wat is je favoriete nummer met van, dat, <laughs> en, van dat album, yeah. Aaron? Van, ik dat, heb... van dat album? Ja, eigenlijk Ultralight Beam, man. Gewoon het eerste. En Father Stretch uh, My Hand Part 1. Die dan samen met Panda is al meteen na Ultralight Beam. Maar dat eerste nummer, man, is zo goed. Ook typisch Kanye, gewoon gospelachtig. Ja, ik ben ja, dat... Chance the Rapper, vind ik, vind, ik vind hem ook keihard. Klassiek uh, experimenteel ook live, of Pablo. Wat Kanye West. Daar, die staat daar sowieso altijd al wel bekend, omdat hij ja, fucking experimenteel ja. is bij elk uh, album. En dat maakt hem ook best wel tot een. Vet, maar Wolves, uh, Wolves is ook echt zo'n topper van dat, uh, van dat album. Ja, ik, die is ook fucking vaker. 30 hard Hours, hard, dat, is, dat is dus mijn favoriete nummer van dat album. En dat is een, een raar nummer om te kiezen, want dat is eigenlijk waar die gewoon. Nou ja, in principe, het lijkt erop alsof hij het nummer gewoon doorraat lopen. Terwijl hij uh, gemiddag in zijn recording session gestoord wordt, zeg maar. En gebeld wordt door iemand. En dat hij gewoon zegt: van, Oh ja, nee, we zijn nu de bonus track aan het opnemen. En uh, yeah. maar, het blijft maar doorlullen en begint allemaal boe zitten spugen. Omdat hij op een gegeven moment zijn freestyle kwijt is. Ik vind dat ballen dat je dat toch gewoon inlaat. Dat één, twee. Het is verder gewoon een super lekker relaxed nummer ook. Ja. Yeah. Ja, okay. mee ja, ik, dus ja, ik vind The Life of Pablo echt niet bijzonder. Zeker Vraag, niet voor Kanye's ja. doen. Vergeleken met zijn andere werk. Dan? Ik ja, uh, we we niet waarom. vergelijkbaar met, met hoe goed zeg maar, albums inderdaad als uh, Graduation of College Dropout zijn. Maar eh, eh, het, exact, dat is het vooral. Oh, well. oh uit. jongens. Eén Marquinhos, ja, Marquinhos. 10 minuten geleden. Oh, shit. <laughs> <laughs> ik wilde het okay, al niet roepen. Jongens, okay, okay. focus. Life of Pablo. Ja, <laughs> ja nee, waarom was... niet dan? Nee. Nou ja, kijk, ik heb zoiets van. Als je kijkt naar bijvoorbeeld iets als My Beautiful Dark Twisted Fantasy, of inderdaad een uh, Graduation College wrap-out, whatever. Heb je echt het gevoel van: oké, okay, Kan jij die probeert iets en die wil echt innoveren? Maar de Life of Pablo, miste ik dat volledig? Ja, misschien zit ik er helemaal naast of zo hoor, maar. Je hebt die Viewer ik... Party denk ik niet gezien van Life of ik... Pablo, of wel? Het. <laughs> Nee, die viewerparty heb ik niet gezien, maar het, het... Dat was zo lijp, man. Kanye met bijna Kijk, alle artiesten die mee hebben gewerkt in dat, sta in, in na, dat stadion, was na, heel na, vet. Nou moet ik sowieso heel eerlijk zeggen hoor, alles wat Kanye heeft gedaan naar, na Jezus. want Jezus mm -hmm. was voor mij eigenlijk al een beetje zo van, gast, nee. echt, hier ga je aan beginnen... Um, Daarna boeide het me al niet zoveel meer. Wat kan je deed. Omdat ik gewoon zoiets Ik raad jou aan om nog één keer helemaal een keer de tijd te nemen voor Life of Pablo. En gewoon ieder nummer af te luisteren. En misschien dat je hem. Ik weet niet. Dan wil ik gewoon graag weten hoe je er daarna over denkt. Kan ook zijn dat je daarna zegt. Nou, ik vind het uh, nog even ruk. Maar ik ben gewoon benieuwd. Ja. Ja. Nee, Oké, okay, ik, ik ga hem dan zeker luisteren. Maar ik heb wel zo'n zo sentiment van. hé, hey, maar. Als je een album echt het beste album moet noemen, moet er dan niet in één keer gewoon gelijk klikken. In plaats van ja, dat je dat meerdere keren goed moet punt. luisteren. Ben ik het niet volledig mee eens. Hoeft niet, maar dat zou wel goed kunnen. Ja. Liefde op het eerste gezicht. Liefde op het eerste gezicht is heel mooi. Maar dat heb ik bijvoorbeeld met nou ja, uh, Awaken My Love van Charles Gambino bijvoorbeeld. De eerste keer dat je hem luistert, denk je niet van: dit is een meesterwerk van een album. Al helemaal niet als je de andere twee albums geluisterd hebt, want die zijn heel. Um, er zijn hele andere stijlen en wanneer je vervolgens een tweede keer aanzet, bijvoorbeeld, uh, dan, kl dan klikt het veel, veel beter omdat je gewoon dan merkt, hé, hey, dit is een hele andere stijl die hij op wil, die hij probeert. Het is veel meer soulmuziek uh, soul in plaats van rap, wat dat eerste album gewoon echt is. Ja, yeah. en dan moet ik wel weer... heel erg eerlijk zeggen dat, dat ik heel erg Rolandse kant wel begrijp, omdat op het moment dat ik een album niet in één keer leuk vind, dan ga ik het ook geen tweede keer checken. Dan denk ik altijd van ja. Uh, ja maar kijk, dan zo als je me niet pakt, bij jullie niet. Maar het de, het, de, het de punt, de, punt wat de, ik heb, kijk, kijk wat, wat jij zegt Luc, dat snap ik ook heel goed. Maar kijk, bijvoorbeeld Charles Gambino heb ik ook al heel veel geluisterd. Ik heb because de internet heb ik gewoon op cd in de auto liggen. Weet je, vind ik gewoon Topalbum. Sterk gedrag. Dus toen. Dat, dat nieuwe album uitkwam, ja, dan weet ik van. Oh, hé, hey, hij probeert iets nieuws en dan kan ik het album waarderen. Weet je, en dat had ik dus ook met Kanye. Kanye luisterde ik al de hele tijd, weet je, van. van uh, late registration, graduation, uh, whatever. Door, uh, door tot aan de Life of Pablo. En de Life of Pablo trok me gewoon niet zoals de andere albums dat deden. En dan is het wel van, oké, okay, je bent bekend met iemands stijl. En als er dan ineens geen liefde op het eerste gezicht meer is, dan. Ja, dan, dan mis je die klik. Ja. Mm -hmm. ja, fair. Maar goed, wat gaan we uitroepen dan tot beste album? Want ik denk dat... Voor mij is het dus My Beautiful Dark Quest fantasy Voor mij ook. Ja. Maar ja, dat, voor dat is voor mij... Ik heb wel een top drie voor me. Of uh, wil je het echt van A tot Z? Nee, nee, gooi, uh, geef iedereen... laat mm. iedereen maar zijn top drie geven. Want voor mij, ik kan letterlijk alleen dat album zeggen... omdat ik dat album als enige helemaal geluisterd heb. Omdat ik dus echt ja. het aan het ontdekken ben. Nou ja, wel yeah. vet, zo sowieso, dat heb ik ook nog niet gezegd, maar ik vind het sowieso tof dat je dat überhaupt aan het doen bent. Want dat is, ook, dat is je tijd ook zeker waard bij zo'n artiest als Kanye. En um, nou ja, ik weet niet, ik kan wel beginnen met mijn top drie. Is goed. Ik zet Graduation wel op één, uh, Kids See Ghosts op twee en My Beautiful Dark Twisted Fantasy op drie. Ja, yeah. ik zet uh, Graduation ook Ghosts op één. One... Kitsy Ghost heeft voor mijzelf gewoon meer op mijzelf ook meer impact gehad. Ook gewoon die hele vibe. Ja, die voel je of die voel je wat minder. Die is bij mij ja. wel binnengekomen. Nee. Dat is ook wel dope, inderdaad, met Kuddy. Maar ik zou niet in top 3 zetten zelf. Ik heb uh, Graduation op 1. Dan zeg ik toch College Dropout op 2. En uh, mijn Beautiful Dark Twisted Fantasy op 3. Uh, op Vind ik alle drie fucking vet al. Nee. Sterker. Uh. Ja, Sterk. de College Dropout zou bij mij denk ik ook misschien wel. Nou ja, ik denk Life of Pablo op 4 en dan College Drop uit op 5. Hm. Voor mij. Ik zou zeggen: My Beautiful Dark twist, uh, Twisted Fantasy op 1. Graduation op 2. En met 3 kom ik dan misschien toch met een klein beetje een verrassing. Either way, it's heartbreak. Oké. Okay. Alright. Er Zijn ook wel een paar lekkere plaatjes. Nou, dan denk ik als we een top 3 zouden we maken. Love Lockdown. Voor, voor Goed nummer, man. <laughs> Lekker nummer. Als we een klaartje 4 op drie zouden moeten maken, denk ik dat het dan uitkomt Graduation op 1. Omdat die toch wel redelijk hoog stond. Roland, jij die hebt had, die, had die op twee, hè? Twee, ja. ja. Remy en Aaron hebben die op 1 staan. Nou ja, ik kan dus ja. niet echt oordelen, dus dan komt die automatisch op één. Ik denk dan mijn Beautiful Dark die staat dan wel op, op twee. twee. En dan de derde? Wat wordt het dan de derde? We hebben dus 808 en Heartbreaks van Roland. Uh, Aaron Kitsie heeft kitsy Ghost en Remy heeft de college drop-out. Ja. En jij? Ja, voor <laughs> mij is het dan waarschijnlijk... de live of Pablo, omdat ik dat, daarvan... de meeste geluisterd heb, wat ik ook echt heel tof vind tot nu toe. Ik vind, kijk... Gewoon ik lekker vind, blijven luisteren. Ja, ik vind Graduation, ik vind hem wel tof, maar ik heb... Flashing lights die heb ik... te vaak al gehoord, dat ik echt denk van... nee, die vind ik niet meer tof. Flashing? Ja, dat, nou, ik vind <laughs> het zo schijtig, irritant. <laughs> Ja. ja, dan krijg je weer, hoor. Krijg je weer de, de copyright strikes. En ja. Ja, ja, ja. stronger kan ik me niet heugen, zo 1, 2, 3. Dus vandaar dat het. Uh... Ja, denk ik toch. Uh... blijft is dan voor mij. Dus dan hebben we geen nummer 3. Nee, Wat een twist. Hey, kijkers en luisteraars. Wat, is jullie <laughs> wat, zou, wat zou jullie favoriete. Uh, je mag niet uh, Dark twist, Beautiful Dark Twisted Fantasy zeggen. Hey, je mag Welke niet, moet uh... er op 3? Zeg dat maar gewoon. Uh, graduation zeggen. Hey, Kijkeraartjes, laat, laat het weten. Kijkertjes, laat het weten. Jullie daar, jullie vieze uh, Nou, dan zijn we wel klaar met die van mij. Jongens, wat is? Uh, ja, gesteld. ik ga het kapen.